de werkelijke website van mijn bank, zijn dezelfde vragen die ik normaal gezien gesteld krijg, zijn die weer van toepassing? Dat is een belangrijk punt, maar het zijn soms kleine details. Het is heel moeilijk hoor, voor de gewone man in de straat om daar zomaar een pasklare oplossing voor te Nu, geven. Willems, een logische vraag die onze kijkers zich zullen stellen en ik ook. Kunnen wij ons daar niet op een of andere manier tegen beschermen? Bestaat er zo niets dat we toch tenminste een alert krijgen of een rood licht of een oranje knipperlicht dat zegt, let op, je bent verkeerd bezig? Bestaat dat niet? Ja, toch wel. Dat is een van de redenen waar wij bijvoorbeeld als bedrijf. Wees wij, Ja, Willems. ik werk dus voor Kaspersky Lab. En is een grote antivirus-vendor. Is dat de. Dit is inderdaad een van onze pakketten die wij op de markt gebracht hebben, die dus u een volledige bescherming in feite geven voor het internet. Kaspersky Internet Security, dat is het. Inderdaad, ja. En wat doet dat programma? Wel, een van de factoren is dat hier dus virussen, ook spam, spyware, gaan tegenhouden werkelijk. Zodanig dat die niet meer op de PC terecht kunnen komen. En een andere zaak is ook, mochten die al op uw PC zitten, dan is het ook de mogelijkheid natuurlijk om die zaken eraf te halen op een propere manier, zal ik maar zeggen. Maar u zegt dat er één. Om de seconde een nieuw virus bijkomt, wordt dat dan geüpdate? Krijg je daar dan Ja. een soort follow-up van dat Inderdaad, programma? Of? ja, toch wel. Het is zo dat zeker antiviruspakketten zijn een prachtvoorbeeld van zeer vlugge technologie die gewoonweg bijna om het uur wijzigt. En het is ook zo dat wij dus om het uur ook updates uitbrengen. Dat is één van de zaken. Maar ook in het pakket zelf zitten, ik zou maar zeggen, artificieel intelligente technieken die ook nieuwe zaken gaan kunnen tegenhouden. Dus we gaan niet alleen staan op die handtekeningen van die Bestaande. virussen, van die bestaande dingen, maar we gebruiken ook proactieve technieken in de pakketten. Die zijn zeer belangrijk. Veronderstel dat je nu al een antivirusprogramma hebt of een firewall hebt, kan je daar iets tegen of is dat verenigbaar met je bestaande programma? Gaat Ja. dat ermee samen of gaat het in de plaats zetten? Ja, bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld ervan is bijvoorbeeld de Windows Firewall, die Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld in Windows Vista bijvoorbeeld zit. Wel, als je dit pakket erop zet, dan zal je ook vragen van, kijk, wilst u dat pakketje Ah te ja. behouden of mag ik mijn eigen firewall erop installeren? En dat is dan het goede, want het gebruikt dan soms beide middelen Ah ja. van het operating systeem en van het antiviruspakket. Een dubbele veiligheid Een krijgen. dubbele Dus veiligheid. aan te bevelen. Zeker aan te bevelen, zou ik zeggen. Is er geen mogelijkheid om via de provider een bescherming te hebben? Want mensen die een internet openen, die gaan toch bij een provider. Kunnen die mensen niks controleren? Ja, Gebeurt vandaar geen controle? toch wel, en toch wel. En er zijn ook zelfs, laat ons zeggen, maatregelen al genomen. Bepaalde providers bieden tegen een vrij goedkope prijs ook bepaalde pakketten aan. Ah Dus ja. bij de service provider, laat ons zeggen, doet men er ook iets aan. Het is zelfs ook zo dat men zelfs bij bepaalde banken bijvoorbeeld onze pakketten kan bestellen, ook tegen een goedkopere prijs, om Ah ja. toch die dingen tegen te gaan. Ja. Veel mensen kopen en verkopen via eBay. Is dat veilig, eBay? Op zichzelf is eBay zeker veilig. Natuurlijk, je moet ook weer hetzelfde een beetje opletten, zou ik zeggen. Want ook daar weer kunnen problemen ontstaan door weer bepaalde pop-ups of bepaalde vragen die niet normaal zouden kunnen zijn op bepaalde momenten. En dan moet je natuurlijk ook weer logisch te werk gaan. Maar ook weer daar hetzelfde. Ook zo'n antiviruspakket of een internet security pakket kan zeker een oplossing bieden in dat geval. Als ik nu de vraag zou stellen, algemeen, meneer Willems, van alle activiteiten op het internet, wat is het meest onveilige? Wat zeg je, kijk, doe dat toch maar niet. Bijvoorbeeld, is chatten of Facebook, zijn dat veilige zaken of niet om te doen? Ik denk dat gewoonweg internet een hele jungle is, wat ik ook al in het begin gezegd heb van het programma. En uiteindelijk, dat is het grote probleem. Je bent als het ware bijna nooit veilig. Ook Facebook is een Ja. prachtvoorbeeld. Er zitten momenteel 16, 17% van de Belgen op Facebook. Zoveel. Ja, zoveel. Dus als je dat gaat terugrekenen, zitten we hier met, ja, ik weet niet hoeveel miljoen al bijna die op Facebook zitten. En dit is een medium dat ook in de toekomst zal aangevallen worden. Dus je zal moeten gaan opletten wie dat op Facebook komt en daar al dan niet bijvoorbeeld een gevaarlijk programma gaat opzetten of bijvoorbeeld een link gaat zetten naar een bepaalde gevaarlijke website. Ik ben met u aan het chatten via het internet. Uw mail naar mijn mail. Is dat gevaarlijk? Kunnen virussen daar tussenin komen? Of
gaat dat niet? Ook dat is mogelijk. Zelfs als je aan het praten bent bijvoorbeeld met iemand en die zegt van en je ziet bijvoorbeeld ineens een stukje programma dat doorgezonden wordt, je gaat denken, hé, dat is normaal, mijn kameraad zendt me iets toe. De meeste mensen gaan zeggen van ja, ik klik erop. Ik open dat. Ik open dat. Wel, dat stukje onderdeel kan al gevaarlijk zijn, want ook virussen of malware maken daar gebruik van. Dus zelfs chatten is niet altijd onschuldig? Zelfs chatten, maar op zichzelf, het pure chatten is natuurlijk wel onschuldig, maar als daar dan ook weer ergens een bestand of ergens een communicatie uitgevoerd wordt waar dat er dan een stukje programma aan hangt, dat stukje is net het gevaarlijke. Wij lezen soms in trailers over de big one, hè, dat bepaalde groepen er zouden op uit zijn om de wereld lam te leggen. De banken, de energievoorzieningen via de computer lam te leggen. Is dat science fiction of denk je dat dat een werkelijkheid zou kunnen zijn? Het is zeker geen utopie hoor. We hebben, niet? Nee, we hebben al in, laat ons zeggen, een paar jaar geleden hebben we een aanval gezien. Het internet heeft een backbone, zoals we een soort van ruggengraat, waar dat we met 13 servers uit gans de wereld, laat ons zeggen, de adresvertalingen hebben naar alle websites. Slechts 13? Ja, slechts 13. Nu, dat zijn grote kennis van dingen die beveiligd zijn tot en met. Maar je kan theoretisch een aanval doen naar die 13 servers. En als dat lukt, als je dat lukt naar al die 13 servers, dan ligt het internet compleet plat op dat moment. En dan heb je dus een probleem, kan niets meer bereikt worden tijdelijk. En dat zou voor een groot... Een wereldcatastrofe eigenlijk. Dat zou voor een catastrofe kunnen leiden, ja. Maar gelukkig worden die dingen zeer sterk beveiligd. En denk ik niet dat dit direct gaat voorvallen. Hoor. Hebben wij in België een eenheid bij de federale politie waar we ons toe kunnen wenden? Als we nu het slachtoffer daarvan zijn, kunnen we ergens terecht? Inderdaad, er is een Federal Computer Crime Unit die zeer goed werk verricht. Ja, dat bestaat. Thuis. Ja. Die hebben ook een speciale website, ecops.be. Mm-hmm. En daar kan je bijvoorbeeld aangifte doen als je bijvoorbeeld slachtoffer bent van dergelijke fraude of problemen op het internet. Wel, meneer Willems, ik denk dat wij nog stof en materie hebben om nog een paar uur door te gaan. En misschien moeten wij daar een volgende keer toch nog eens verder over praten, over die onderwerp, want het is bijzonder boeiend. Bedankt in elk geval voor al de informatie die u ons gegeven hebt. En ik zou zeggen voor onze kijkers dat wij absoluut dringend dat programma moeten installeren van meneer Willems, Kaspersky, want dat wij ons maximaal moeten beschermen. In elk geval, meneer Willems, bedankt voor dat onderhoud en succes met wat u nog allemaal onderneemt. Beste kijkers, u moet nu niet meteen uw pc gaan uitzetten of uw abonnement op internet opzeggen, maar na dit gesprek met de heer Willems zal u toch wel wat voorzichtiger, minstens alerter geworden zijn. Maar laten we vooral niet vergeten, beste kijkers, dat communicatie nog altijd beter is dan communicatiemiddelen. Laten we misschien wat meer met elkaar praten. Dat is niet zo schuldig en niet zo gevaarlijk. Graag snel terug bij SGN.